Dit zijn gewoon de beste koeien van de wereld. Die staan hier in Qatar en die komen uit Nederland. Ja, het is de Porsche van de koeien als je het hebt over melkkoeien. Ja, absoluut. Ja. Waar we nou weer zijn aanbeland, het is echt ongelooflijk. Dit is veruit de grootste boerderij van Qatar. 90% van de zuivel komt hier vandaan. Vele duizenden koeien worden elke dag gemolken. En de directeur is een Nederlander, Piet Hilarides. Ja, in 2017 is Qatar geblokkeerd voor voedsel uit de omringende landen. Vanwege de spanningen, hè? Ja, weet je, daar waren door de jaren heen verschillende inzichten. En vervolgens, van dag 1 op dag 2, was er überhaupt geen melk meer verkrijgbaar. Dus de eerste reactie is geweest melk invliegen, Turkije, Iran, etc. En daarna zijn heel snel koeien ingevlogen. Dus er zijn zo'n 1500 zwangere koeien die zijn ingevlogen uit Amerika, wat natuurlijk een ongelooflijk verhaal is. En daarna zijn andere koeien naar Qatar gebracht met boten. Nu zijn we zover dat elke nieuwe koe die in de kudde komt, die is geboren in Qatar. Dus we zijn ook daar zelfvoorzienend in geworden. Het is hier natuurlijk eigenlijk te warm voor die koeien. Nou, wat hebben ze daar nou op bedacht? Er wordt lucht naar binnen geblazen, dan wordt er koude nevel op gesproeid, waardoor die lucht wordt gekoeld. Dat gaat dan over die koeien heen, die krijgen ook nog die nevel op hun huid. En dan wordt het uiteindelijk weer de andere kant naar buiten geblazen. Zo blijft het 28 graden ongeveer. Voor mij is het een totale verrassing. Een enorme boerderij met koeien midden in de Qatarese woestijn. Hoeveel koeien zijn er hier? Ja, te beginnen, het was voor mij ook een verrassing. Toen ik 1,5 jaar geleden kwam, nou, we hebben 25.000 dieren. 25.000 koeien? Ongelooflijk. En hoe groot, Piet, is deze boerderij? Ja, de totale oppervlakte die is 2,5 miljoen vierkante meter. Okay, kunnen we dat ergens mee vergelijken? Nou ja, weet je, dat kun je vergelijken met denk ik een oppervlakte van een groot dorp van 10.000 mensen. How many people work here and from how many countries? It's around 2,000 people work here and it's around 36 countries we are employing here. And, but I don't see, like in Holland, we have like the farmers, you know, with the boots and the autos, like how they look classic. How is it here? Yeah, that's a different scenario here because we are in a dairy company, so the field is different and the dairy company is different. So, but you like the field? Yes, yeah, obviously. Who doesn't like? Everyone likes to go to field and work as farmers. Het leuke is, het is een type ras wat oorspronkelijk uit Nederland komt. Hè? Het Fries-Holstein ras, wat overal in de wereld wordt gebruikt voor melkkoeien, een maximale melkgift. Dus dit zijn gewoon de beste koeien van de wereld, die staan hier in Qatar en die komen uit Nederland? Ja, het is de Porsche van de koeien als je het hebt over melkkoeien, ja absoluut. Ja. Maar dit is de kraamkamer van deze enorme boerderij. Elke dag worden hier zo'n 40 kalfjes geboren per jaar. Zo'n 12.000. Ja, toch heel bijzonder dat we dit nu zien hier in de woestijn in Qatar. Maar voor mensen die zeggen van ja, koeien kunnen het hier niet goed hebben, want ze hebben niet de weilanden waar ze kunnen grazen, ze kunnen niet naar buiten. Dat is onzin. Het is gewoon absolute onzin. Koeien zijn hier happy. Dat kun je zien aan de hoeveelheid melk die ze geven. Dus onze koeien geven zo'n beetje 38 liter melk per dag. En dat is echt gewoon een hoog getal. Hoe is het met stikstofproblemen in Qatar? Ja, kijk, het stikstofprobleem is een Nederlands probleem. Als je de rest van Europa kijkt, dan zie je dat er eigenlijk helemaal geen thema is. En dat geldt hier ook. En weilanden, nee, daar gaan we niet aan beginnen, heeft geen zin. Dit is waar het uiteindelijk allemaal om te doen is natuurlijk. Ja, absoluut. En weet je, dit is een systeem wat je alleen maar bij hele grote boerderijen kan toepassen. Dus er gaan 100 koeien in deze carousel. Yeah. En in 9 minuten worden ze gemolken, 4 keer per dag. En er zijn 5 verschillende schuren. Die zitten vast aan één zo'n melkstal. En de koeien gaan dus elke keer heen en weer naar hun eigen stal. En gaan dan weer gemolken worden en weer terug. Ja. Fantastisch, ze lopen er helemaal zelf in. Nog even voor duidelijkheid, in deze carousellen worden dus 12.000 koeien per dag gemolken. 4 keer per dag. Ja, correct. En als ik morgen een glaasje melk drink, dan komt het hier vandaan? Ja, en waarschijnlijk is dat melk van eergisteren of gisteren. Ja. In de woestijn. een ongelooflijk mooi boerenbedrijf met Nederlandse koeien neer te zetten. Dat is natuurlijk een fantastische taak. En ik geniet er met volle teugen van.